Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar Roadburn is weer losgebarsten in de stad. En dit jaar is het extra bijzonder, want het in 1999 opgerichte festival beleeft dit jaar de 20ste editie. En in al die jaren staat Walter Hoeijmakers al aan het roer van het festival met de zware muziek. Daarom ontving de organisator vandaag uit handen van loco-burgemeester Marcelle Hendricks de zilveren legpenning van de gemeente Tilburg. En dat zag de organisator even niet aankomen. Ik ben echt heel overdonderd door de penning. Ik vind het een enorme eer dat ik hem krijg en dat de stad Tilburg ook zo gelukkig is met Roadburn. Ja, het doet me heel veel. Trots is dan ook het overheersende gevoel bij de organisator. Niet alleen op het festival, maar ook op de stad. Dat Tilburg het festival omarmd heeft en dat onze bezoekers onze bezoekers Tilburg omarmd hebben. Want ik vind het altijd zo mooi dat als in de weken naar Roadburn, dan lees je op social media dat de Roadburn bezoekers ook uitkijken naar de Korte Heuvel, naar de binnenstad, naar gewoon in Tilburg zijn. En dat vind ik ook een grote verdienst, dat vind ik heel mooi.